een enorme klap die maar blijft nadreunen en dan ook nog eens een keer die klap van Hamilton. Deze race komt zeker binnen als een uppercut. Dit is de undercut. Hebben we in de studio terug van vakantie? Mede-oprichter van BBLog Jerry Bakker. Leuk dat je er weer bent. E-drive in residence. David Plasman ook terug van vakantie. En natuurlijk een special guest. De enige echte Jelle Belen. Zijn we weer? Ja, fantastisch ja, ja. dat je er bent, man. Uh, nou, zeg het maar. Uh, wie was schuldig? Hamilton. Nou, daar kunnen we mee beginnen. Uh, is het iemand daarmee uh, oneens trouwens? Is dat nog een vraag wie de schuldige was? De enige nee. vraag is waarom hij zo licht bestraft is, uh, denk ik. Nou, daar, daar komt meteen uh, eigenlijk bij, bij, uh, bij de hoofdvraag van vandaag inderdaad uit. Ja, Kijk, veel media hebben het natuurlijk al uh, van moment tot moment uh, geanalyseerd. Dat, uh, dat gaan wij dus even niet doen. Iedereen kwam wel tot dezelfde conclusie inderdaad. Het was hard tegen hard. Uh, en daarbij komt natuurlijk ook de vraag is deze penalty wel terecht? En er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen er, waren, er was geen penalty uh, nodig hier. Iemand uh, aan deze tafel die Ik dat vindt? Ik las toevallig vanmiddag op GP-blog een uh, artikel over Lewis die over een penalty praatte. En hij zei eigenlijk met andere woorden: degene die iemand anders race beëindigt, ja, dat hij eigenlijk als die dan nog won, dat het eigenlijk niet zou moeten kunnen. Ja, dus eigenlijk met andere woorden, wat die meek zei. Ja, ja, dat was uh, na de Grand Prix van Frankrijk. Ja, we hebben hier de quote uh, in beeld. Uiteindelijk, als je iemand zijn race verpest door een fout en je krijgt dit soort een. Uh, ja, een tik op de hand. Ze kunnen steeds terugkomen, nog steeds finishen voor de persoon die hij uitschakelde. Het wordt niet meegewogen, en je zou eigenlijk niet voor hen mogen finishen als je hem uit de race hebt getikt. En dit zei hij uh, in 2018 na de Franse Grand Prix. Ik weet niet of we dat nog weten, dat uh, Vettel toen zijn teamgenoot Bottas uit de race tikte en vervolgens daar een ja, matige straf voor kreeg. En alsnog gewoon voor Bottas best te eindigen. Maar het is wel grappig uh, om dat er ja, in dit moment weer even bij te houden, omdat het natuurlijk extreem relevant is. Vooral als je kijkt uh, naar het verleden. Want we, het is niet de eerste keer dat er eigenlijk misschien onder bestraft wordt. Uh, we hebben een, uh, een lijstje hebben we ook even gemaakt met eigenlijk alle uh, stop-and-go penalties, wat in mijn mening eigenlijk ook een een straf was geweest in, in zo'n situatie. Dit is natuurlijk voor alle luisteraars die zeggen dat wij alleen maar uit de onderbuik uh, reageren. Hè? Dit is kijk, 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 kijk precies. Kijk ons Ik hoop even, dat je ons luistert. Journalistieke huiswerk <laughs> hebben gedaan. Uh, we hebben vier dingen op een rij gezet. <laughs> <laughs> nou, maar dat zijn wel de meest interessante. We hebben even gekeken uh, op de redactie gewoon naar nou, goh. Welke, uh, wanneer is er een stop-and-go penalty uitgedeeld in het hybride tijdwerk de afgelopen vijf jaar? En vooral gekeken van goh. Wanneer had dat eigenlijk te maken dat iemand uh, elkaar aantikte of dat er. Uh, ja Dat er echt sprake was van een, een gevaarlijke situatie. Nou, kom je eigenlijk in 2016 bij Dani Fiat? Uh, dat is eigenlijk de race die de promotie verzorgde voor verstappen. Dat hij uh, Vettel er twee keer aftikte in de muur. De torpedo. Precies. Uh, nou, Sebastian Vettel in uh, Azerbeidzjan. Die reed toen bewust tegen Hamilton aan. En kreeg daar ook een 10-second uh, stop en go voor. Meest opvallende eigenlijk is daarvan ook Esteban Ocon in 2018. Uh, die toen ja, de leider in de wedstrijd ook verstappen uh, destijds. Uh, ja, uit de heet, wedstrijd knikte. Dat was nog uh, helder voor de geest. Eigenlijk. Uh, een crash, ja, die die, die bij lange niet zo gevaarlijk was als wat we eigenlijk afgelopen weekend hebben gezien, maar ja, uh, ook kon kreeg er destijds wel een 10 uh, second stop en go voor. En ja, de vettel uh, is die van 2019 toen hij zichzelf uh, elimineerde door te spinnen in de ascari chikaan en vervolgens bijna Lens Strol ook van de baan afreed toen, uh, toen hij er weer opkwam. Ja. Dus er zijn echt heel veel voorbeelden al te benoemen waaruit blijkt dat uh, een 10-second stop-and-go-penalty gewoon makkelijk had gegeven had kunnen worden. En dan kijk ik toch even naar de coureurs aan deze tafel. Zeker. Hadden ja. Ja. moeten zijn, 100%. Geen twijfel over mogelijk. En, en wat, waar, waar denk je dan aan? Nou, gewoon een 10-second stop-and-go. Gewoon die, uh, ja. Die... is de enige manier hoe je uh, dit soort dingen kan bestraffen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de beelden van bijvoorbeeld Hamilton tegen Leclerc. Waarom kan hij daar wel op de apex zitten... Terwijl Leclerc hem nog minder ruimte gaf dan Max. Ja, He, een mooie ding. Ik zei het net ook al eventjes hier buiten de studio. Van uh, uh, de onboard van Max. Zie je dat Max in zijn spiegel kijkt, nog corrigeert, en naar links stuurt. Om vervolgens terug te komen op het middenpunt. En dan pas in te sturen, omdat hij wel een keer de bocht moet gaan halen met die snelheid. Mm -hmm. Ja, hoeveel meer ruimte heeft Hamilton nodig? Nou, ik. Ik wil er wel wat over zeggen, ook, want ik ben het volledig met je eens. En ik heb heel veel reacties gelezen van Max is weer dom bezig. En hij gaf geen ruimte. Maar uh, even, kijk, ik ben ik misschien heel bot, maar dan snap je het gewoon echt niet. Want Lewis komt helemaal naar rechts. Ten eerste gaat hij over het vel. Hij wist dat hij die bocht niet ging halen. Als je de onboard bekijkt, ik heb een goede YouTube-analyse gezien van een ex-coureur. Die geeft altijd hele goede analyses. Die zegt ook, Lewis had het nooit kunnen halen. Hij zou überhaupt, als Max er niet gezeten, dan zou hij zo zwaar ondersturen. Zelfs met 20 centimeter extra ruimte van Max had hij het nog niet gered. En ik vind van, Mar van Lewis, dit is ook levensgevaarlijk, hè. want kijk, uh, 20 meter verder naar links staat een betonnen muur. En dat je dit doet in, met zoveel ervaring als Lewis heeft, dat het in de Formule 3 kan gebeuren, ala. En daar is de snelheid ook een stuk minder hoog. Ja of maar. Een ja, maar op dit niveau. Een achtvoudig wereldkampioen hebben we het over. Hè? Zeven. Ja, zeven. zeven die, die nog zoveel fouten maakt. Of in ieder geval op dit soort. Misschien is hij het race wel verleerd. Ja, wat, wat mij vooral opviel. Ik denk dat Hamilton gewoon. Uh, zo extreem getergd was... dat hij die sprintrace op zaterdag eigenlijk al verloor. En eigenlijk op dezelfde plek. En hij dacht nu, ja, koste wat het kost. Ik moet dit winnen. Het was eigenlijk een beetje een, een do-or-die actie. Um, die gewoon veel te optimistisch was. Terwijl je eigenlijk weet dat je er gewoon iemand... gewoon vol gas afkegelt. En... Kijk, uiteindelijk... We willen een, we willen een mooi uh, gevecht zien. Dus omdat, je hebt ook een hele hoop mensen zeggen... jij hij moet geschorst worden en hij moet een racebank krijgen. Dat denk ik absoluut niet, want dan je gelijk het race op deze manier. Maar het feit dat je iemand er zo hard afknalt... Uh, ...en daar zo licht voor bestraft wordt... ...en zelfs nog fluitend de race wint... Het, ...ja, vooral de manier hoe die dat dan ook uitdraagt... ...dat had een beetje hetzelfde treurige het niveau... ...wat toen Bottas had toen hij de Russische Grand Prix een keer won... ...nadat, uh, nadat hij hem ook gewoon overhandigd kreeg. Ja, daar, daar komen we zo inderdaad wel over te spreken. Maar eerst even over die, over die penalty, hè. Kijk, um... Massi zei, uh, je moet de gevolgen van de crash niet meenemen in uh, nou ja, het incident zelf. Uh, maar is dat wel zo? Tuurlijk moet je dat wel meenemen. Dat lijkt mij toch ook wel. Als deze actie bij, uh, laten we zeggen, een Rouge had plaatsgevonden of zo, waren de gevolgen natuurlijk steeds veel minder groot geweest. Ja. Of ik bedoel, Lassoers, mijn, mijn excuses. <laughs> bij bij Rouge is iedereen dood geweest. <laughs> uh, maar dan waren de gevolgen natuurlijk een stuk minder groot geweest. En je weet bij kops, dat gaat zo verschrikkelijk hard dat als het misgaat, is het ook meteen echt pannen. Hij heeft nog zo gehad dat, dat, zeg maar, dat het tikje, als het iets zachter was geweest en zijn achterwiel had er nog aangezeten en hij was even verkeerd het grind gekomen, had jij moeten voorstellen hoe die de lucht in was gevlogen? Ja, maar ik, die snelheid. ik vind het vooral een, een opmerkelijke opmerking van Maas... Die zegt: ja, Je moet de gevolgen niet meenemen. Maar wat deden ze dan in 2019 toen, of 2018 toen ze ook wel die stopping goal hadden gegeven? Want daar is toen ook rekening mee gehouden. Ja, je tikte leider uit de wedstrijd. Was in principe een crash. Nou ja, het was een spin. Voor de rest niks gevaarlijks aan. Waarom daar wel en hier niet? Wat is het verschil? Leg dat dan ook uit. Het, dus het, het is gewoon meten met twee maten. Maar het verschil is überhaupt dat ze namelijk niet één lijn trekken met alle straffen die ze uitdelen. He, Tsunoda ja. krijgt uh, twee keer vijf seconden omdat hij een wit lijntje aantikt. Ja, wat is daar gevaarlijk aan dan? Ja, precies. Volgens mij hebben ja, we. En, en strafpunten ook, hè? He? En Hamilton ja. krijgt hier maar twee strafpunten voordat ze ook nog iets opvallends. Maar, maar, maar wat is gevaarlijk aan het aanraken van een witte lijn? Helemaal niks. Er was daar helemaal niks aan de hand. Ik snap dat het de reglementen zijn. Dat daar een straf voor staat, dat staat in elke klasse. Ja. He, dat is duidelijk. Alleen je kan dan niet vervolgens Hamilton, die iemand echt moedwillig eraf rijdt, want hij had namelijk ook gewoon op zijn rem kunnen gaan staan en het niet kunnen doen, tien seconden geven. Dat gaat niet. Ja, maar je, kijk, dat is wel interessant wat je zegt. Jij bent coureur, uh, dus jouw woord weegt dubbel zo zwaar. Jij zegt, dit was voor een deel echt wel moedwillig. Ja, Hamilton heeft iedere mogelijkheid gehad om het te kunnen voorkomen. Maar zeggen zeg dan de maarmensen, mensen ja, Max ook. Denk jij dat Lewis, met zoveel ervaring, dat, die, dat hij lift niet... In ieder geval, hij wil er zo hard mogelijk in. Ding, hij wist toch dat hij dat niet ging halen? Tuurlijk, met Max weet, naast hem. Je dat weet, weet hij dat. hij donders goed. Ja. Ja. Als je instuurt, op het moment dat je instuurt, weet je al gewoon, oké, okay, fucked. Ja. <laughs> ja. maar dat weet je. Ja, dus eh, je hebt nog... Hij had nog de tijd om te reageren. Hij had nog... Op zijn rem kunnen gaan staan. Ja, hij bleef wel gewoon vol, vol zijn, zijn gasklep naar beneden houden. Kijk, en Lewis had nee. bij mij het op één manier goed kunnen doen als ik namelijk zijn hand, zijn stuurbeweging nog verder naar rechts had zien gaan. Ja. Dan had, hij, had ik nog gezegd van, oké, okay, je hebt er alles of dan, je hebt er gedeeltelijk wat aan gedaan. Maar hij hield zijn stuur gewoon op dezelfde positie, heeft niet de moeite genomen om extra in te sturen, heeft ook geen rem gebruikt ja en, en het is ook overduidelijk dat hij die apex inderdaad ook nooit haalt uh, en terwijl die de paar ronden later bij wel kan en Norris ja. haalt die hem ook ja. en Norris maar, kan niet ook ja maar hebben jullie uh, uh, het YouTube kanaal Driver 61 gezien ja ja, ja het is precies die, uh, ja, die, die analyse die deel ik wel met je <laughs> ja. ah, ja, die man is spot on ja, ja. exact ben ik het uh, ja, ben ik het ook helemaal mee eens ik vind hoe kan het dan dat de Fiat dit niet ziet hoe kan het nou dat hier dan toch uh, ja, dat er dan toch weer zoveel gezeur heel is? heel simpel het is de thuisrace van Lewis Hamilton en ik denk dat Ah, is dat het? Zijn het gewoon thuissluiters? Hey, wat dat betreft zijn mm, Dierksen ja. het perfect. Als dadelijk even 140.000 man achter Michael Maasje aan wat denk je dat er dan gebeurt? <laughs> ja, oké. <okay>. Nee, maar <laughs> ik denk ja. dat het onbewust wel meespeelt voor de FIA voor, voor de natuurlijk. Ik bedoel, je hebt de leider in het kampioenschap... gigantisch ge geliefde coureur daar... Um, ik, ja, Het, het blijft zo'n lastige kwestie. Vooral dat je de voorbeelden hebt ja, die we al eerder hebben benoemd, die ik niet nog een keer ga benoemen. Over waarom het wel makkelijk een stop-and-go had kunnen zijn. Waarom geef je die man ja, tien seconden straf? Het is, het is gewoon heel scheef, het is heel raar. En het is eigenlijk in lijn met wat we eerder zien, is dat de via gewoon niet. Weer hetzelfde probleem dat ze gewoon niet consequent dezelfde straffen uit, uh, uitdelen. En ja, dan krijg je juist daardoor dit soort discussies: van goh, is dat dan inderdaad omdat het zijn thuisrace is en omdat het Lewis Hamilton is, uh, krijg je dat soort discussies. Als dus je gewoon altijd standaard gewoon kijkt naar wat er uitgedeeld is en daarop toepast, ja, dan heb je die discussies ook niet. Nee, dat is normaal. Overigens uh, nog wel een, een, een sidestep. Ik kwam hier naartoe gefietst en ik moest toch wel een beetje denken aan, aan Michael Schumacher 1994, hoe die in Adelaide demon heel veel van de baan afreed. En ik weet nog wel, ik was echt echt groot Schumacher-fan. Dus ik stond echt juichend op de bank. Wow, oh, heel eruit. Oh, yes, yes, yes. Ten eerste was het overigens een minder gevaarlijke actie dan deze. Maar ten tweede, het uh, is ook wel een beetje afhankelijk van de bril waar je door kijkt. Want hij was overduidelijk dat Schumacher der Fout. Hij is er wel wereldkampioen mee geworden. Dus hij heeft het ook nog eens een keertje gered. En toch was ik, was ik blij ermee. Ik was, ik was er blij nee, maar... met die actie van hem. Ik zei wel een zeg echte Zeg het ook iets over jouw karakter, ik, zei wat, ik dacht, ik dacht wel een echte winnaar als dat iets over mijn karakter zegt. <laughs> maar ik snap wel wat je bedoelt. En dit ging gebeuren. Dat wist je. Dat, ja. Je weet dat het een keer gaat gebeuren. Dan alleen... is het de eerste podcast aflevering. Ja, maar Let's, in deze uit. bocht doe je dit niet. Niet in deze bocht. Want hier kan, weet je, de, de, die ongelukken, er kan gewoon echt iets heel ergs gebeuren. En Max is er nu gelukkig goed vanaf gekomen. Maar hij had ook het hek in kunnen vliegen. En dan, ja, wie weet wat er dan was gebeurd. Nou ja, het, voor hetzelfde geld vertel je het niet na, omdat je gewoon ja. de krachten niet aankan. Ja, ja. 51G is hij waard zeg. Zijwaarts waren uh, vooral ja. Hij was laatst was op Zandvoort met de Porsche Kerke Benelux. Was er ook een, uh, een crash toevallig met uh, Thierry Vermeulen, ja. He, de zoon ja, van, uh, van Raymond? Die dook ook in een gat wat er was. Die andere auto gaf, gaf hem in dit geval niet genoeg ruimte. Hij de andere auto, Xavier Maas, in dit geval, spinde. en daar klapte ook iemand zijwaarts in stilstand naar binnen. Nou ja, de gevolgen daarvan zijn niet te overzien, want die auto was gewoon geknakt. Ja, ja, dus ja. was krom of had een knik gehad. Uh, en de rolkooi was gescheurd. Ja. Dus zijwaartse impacten die zijn zo verschrikkelijk hard. Ja, we hebben het ook gezien in Formule 2 nog op Spa, natuurlijk. Ja, exact. Dus uh, dat kan, ja, dat is gewoon je einde, kan dat zijn? Het is verschrikkelijk. Zijwaartse impacten, daar, daar kijk, kijk, voorwaarts of achterwaarts, die, die kun je nog prima opvangen. Ja. Maar zijwaarts, daar valt heel weinig tegen te doen. Dit is van Lewis gewoon een no-go. Had hij dit in bocht 2, 3 gedaan, weet je, vierde. De dan... consequenties heel anders Precies, en dan dat. Ja. ja. Dan kun je het, maar dan kan je hem verwachten. Weet je, Max, ja. wat hij in Barcelona deed, Imolade. Hij weet, je krijgt hem een keertje terug. Maar dit was echt onder de gordel. Ja, ja juist ook omdat. Kijk, je kunt eens dus een keer een divebommetje doen bij een, bij een bocht die gewoon weet het, 90 graden is of zo. Gewoon even. Waar uh, snelheid. Ja, maar is uh, prima. En, en daar, daar wordt er ook op gerekend. Dit. Kijk, ze zeggen wel dat ja, Max die, die uh, stuurde te scherp in. Maar als hij dat nou niet gedaan had, wat <laughs> was het al was, was, was die, Had hij die de nee, hele bocht gemist. Maar, maar, maar dat is ook onzin als je ziet Max stuurt. Dus ik weet niet of we die side-by-side side vergelijking hebben uh, met, met, Leclerc. Met, met Leclerc. Want ik weet dat we daar wel iets, uh, iets van hebben. Maar dan zie je ook duidelijk uh, dat Leclerc eigenlijk nog een strakkere lijn rijdt dan, uh, dan Max. Ja, kijk, we hebben het hier. Je ziet hier. Van Hamilton versus Leclerc en Hamilton versus Verstappen. Verstappen inderdaad wat, wat jullie ook al zeiden. Van hij stuurde nog naar buiten. En hij rijdt ja. al een wijdere lijn. Maar dat is een bocht met 300 km per uur hè, bijna die je neemt. En als je veel, veel wijder dan dat gaat, dan zit je sowieso op het vel. Nou, dan kan je daar ook nog eens even lelijk gaan spinnen. Hij gaf hem echt al veel ruimte. En het feit dat je hier Hamilton. die gewoon. Nou, ik denk dat Max hier al gewoon anderhalf tot twee auto breed is de ruimte geeft versus Hamilton... die gewoon bij Leclerc wel netjes aan de binnenkant zit. Omdat dat gewoon kan. Hij, dat laat gewoon eigenlijk al zien van... goh, hij wilde er lang... het was eigenlijk... Ja, een soort van desperado-actie van, van Hamilton om er voorbij te gaan, wat gewoon helemaal verkeerd is gegaan, nee, hij komt er gewoon weer mee weg. Moet ik wel zeggen, het ja, is ook voor mensen wel lastig inschatten. Hij stuurt scherp en Ik bedoel, als jij even heel, ja, zonder grap, als jij een open Corsa die bocht gaat nemen, Ja, dan maakt het niet uit te zijn wat later instur. Je als je jij een, wel... een open Corsa en Formule 1 auto ook bij kan houden. Zou nee, maar dat je al je je met vinden. 280. Dus het instuurmoment ligt al veel eerder. Ja. Dan stuur je later in naar die banden. Dan je moet ook begrijpen, die banden, als daar maar een beetje vuil op komt dan willen ze al bijna niet meer sturen. Dus ik snap wel de gedachte van mensen. Max stuurt misschien scherp in. Maar dat is heel normaal daar. Ja. ja hij kon daar moeilijk minder scherp in. Ik sturen, zeggen, want dan, hij... Gaat hij, dan ga je sowieso eraf. En dat is ook de charme van Kops natuurlijk. Hè. Het is ook een blinde bocht. Iedereen ja, maar... die je ernaar vraagt. joh, hoe stuur je die in? zegt iedereen: blind. Ja, dat dat. dat, dat maar dat is niet anders. Nee, precies. Ja, het is pas sinds 2017 een volgas-blinde bocht. Ja. Met de huidige Goed, wagens. Hij 5... heeft trouwens wel een fucking geile bocht. Hè. Het is echt een hele bocht. Ja. Ja, zolang je hem haalt wel, ja. ja. En er niet afgeknikt wordt. Nou, ik kan je vertellen, ik heb me ook wel eens in mijn eentje... dat ik, dat ik uiteindelijk bij het uitkomen om mijn as ging... dan blijft hij ook spannend, hoor. Ja. Maar in ieder geval... kijk, Zijn er ik blij... beelden van, of niet? Nee, gelukkig niet. Ja. Uh, had ik wel meer verwijderd. Ja. Uh, nee, maar Kops blijft gewoon het geval. Je moet daar wel gewoon ervoor zitten. Ja. En uh, hoe je de onboard zo bekijkt... in geen enkel geval zit Hamilton ervoor. Klopt, ja. En als je ervoor zit, moet je zorgen dat je op de curb zit aan de binnenkant, zodat er namelijk genoeg ruimte voor allebei is. Ja, dat was letterlijk mijn volgende vraag. Nou, dus maar, uh... maar hebben jullie de onboard gezien van de sprintrace? Toen Hamilton ja. het via de buitenkant probeerde. Dat is het voorbeeld hoe het moet. Ja, Max zit daar volledig op de curb. Niks aan het handje. Mm -hmm. Als Hamilton hem daar als Hamilton de ballen had gehad om hem daar te laten staan, waar ze met z'n tweeën doorheen gegaan. Ja, had ja. Hamilton waarschijnlijk daarna nog gepakt ook. Ja. Want ja. je kan aan de buitenkant Slipsteen. veel meer snelheid meenemen dan wanneer je hem zit te knijpen aan de binnenkant. Alleen het is wel het schoolvoorbeeld hoe het wel moet. Aan de binnenkant zitten, op de curbs, zorg dat je maximale van de baan gebruikt. Maar als je ja, dat heeft hebt helemaal toen niet gedaan. Als je in kop sowieso aan de buitenkant zit, leg je je ballen toch wel een beetje op het hakblok. Als je daar iemand nee. probeert in te halen. Nee. Waarom? Ja, ja je hebt juist. Ook mooie inacties van, binnen, van binnenuit gezien. Uh, wat is het is ook een scène tegen Prost, wat is het is 93 of zo, geloof ik. Ja, maar ik juist sorry. daar. Het kan daar, want je hebt daar de run-off. Die heb je altijd al gehad, is daar altijd al geweest. Juist daar kun je je permitteren om aan de buitenkant te zitten. Dat is namelijk geen ja. enkel probleem. Klopt, ja. En de hele actie had ook namelijk geen enkel probleem hoeven te zijn. Had Hamilton ervoor gezeten, dan was hij halverwege de bocht ernaast gekomen. En als je, elkaar, als je naast elkaar zit raakt, dan gebeurt er niet zoveel. Dan zal Max inderdaad eventjes naar buiten toe moeten. Moet je inderdaad hopen dat er geen lekker band is. Maar het kan. Mm -hmm. Is er namelijk niks aan de hand. Dan hadden ze er namelijk eens twee doorheen gekund. Is prima. Maar in dit geval uh, ja, heeft Hemel dit volledig verkeerd ingeschat. En volledig verkeerd aangegrepen. Ik ga even nog, nog één vraag stellen. Als we Max iets kunnen verwijten, wat zou dat dan zijn? Nou, dat, daar heb ik wel goed over nagedacht. Als ik hem één ding kan verwijten, is. Ik snap dat hij het doet, want het is ook een ego-spel. Als jij een winnaarsmentaliteit hebt, dan ga je hiervoor. Want die kans lag er en hij zat er. Maar Max had ook kunnen eens denken. Yo, ik sta, dat denk je alleen niet, hè, op zo'n moment. Want je <laughs> gaat veel eruit. Maar ik bedoel, ik sta echt goed voor in het, in het WK. Ik word worst case scenario. Word ik tweede. Als het echt tegen zit, anders had hij hem misschien nogal gepakt. Um, en dan sta ik alsnog voor. Want ik heb ook die sprintrace gewonnen. Mm -hmm, ja. Maar je moet je ook voorstellen, Kijk, deze gedachte klinkt makkelijk voor Max. Van ja, dan maar tweede worden. Maar nee, want Bottas zit daar ook achter. En Perez, die was er niet bij. Dus dan kun je, moet je je voorstellen dat Lewis Max kan gaan opbouwen. Max gaat zijn banden gewoon eraan rijden. Want dat heeft Mercedes. Dus ze moesten Max gaan ophouden. Dat was het plan. Daarom moest Lewis er zo snel langs. Anders was Max weg he, naar ronde 2. Mm -hmm. En <coughs> dat was eigenlijk ook geen optie. En dat wisten ze bij Red Bull. Dus dit was de enige manier. Gewoon vechten om P1 te behouden voor die eerste anderhalve ronde. En dan, dan, dan wegrijden. Nou, rustig wegrijden, ja. Wat, uh, wat er helaas niet voor kwam. Inderdaad, een 51 g mannen. Kunnen we daar een, een voorstelling van maken? Wat dat... Nee. Ik... Echt niet. Maar zelfs Max was hem toch wel een beetje uh, ontdaan, hè, zo cool als hij is. Nee, zie je. ah, Fuck. Oh. Volgens mij is dit gewoon ja. ja. Gewoon uh, met alles wat je kan, uh, naar ademhappen. Ja. Het klinkt er nou bijna als je geklapte longen... Uh, ja. Pisa heeft. Ja, nou, dat? We, 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 uh, God, God danken dat hij uh, dat hier uh, onbeschadigd uit is gekomen en alleen een paar uh, ja spieren had, geloof ik. Um, ja, een blauwe plek had hij ook zeker. Een paar blauwe plekken. Ja. Dat kan ik denk ik ook dat... een beetje nekpijn. Uh, ja, één ding kunnen we wel zeker van zijn is uh, mentaal zal hij er uh, niet slapper op zijn geworden. Want als we als we iets van hem kunnen verwachten is dat hij volgende race gewoon weer uh, uh, dus ervoor staat. Hey, uh, de woede van Max uit zich vooral uh, op de reactie van Lewis hè, na de rest. En terecht. Ik, ik vind het zo wal. Ik echt walgelijk, echt walgelijk. dat je zo kan reageren. Echt. Dit, is, maar dit is voor mij ook. He, hebben we die reactie trouwens op? Uh, op Beeld? Ja, dit is... Maar dit is provoceren. Mercedes, hoeveel posts ze niet hebben gedaan op alle social media na deze overwinning. Ik vind het echt provoceren. En dat nou ja. zegt voor mij heel veel. Dat je juicht op het podium, dat kan ik nog wel begrijpen voor je thuiswens. Maar dat je met een of andere Britse vlag als een of andere mafcase door heel de hele tent gaat rennen en gaat zwaaien en doen alsof we... en ook nog gaat zeggen I'm so proud of this victory. Ja, hou even op man. Nee, ja, dat had Doe ik. Houd even al... lekker normaal. Het man. was. Gewoon heel en de, ergens is het ook wel weer heel erg grappig dat het juist bij Hamilton gebeurt. Want Hamilton is normaal zet dat een beetje op zijn moral high horse van ja, nee, we moeten altijd respectvol omgaan met met iedereen. Ja, maar is, dit, is dit dan de onmaskering van de fatsoensrakker Lewis Hamilton? Nee, dat denk ik nee, wel. En ik vind je, dat je dat ook eerst, heel mooi hebt verwoord. Zo. Eerst je concurrenten, muren in, boren en al je laven aan het blinde gejuich van de fans. Ja. Is dit het is dit, is demaskee? Dit ja, ik, ik, ik denk het wel. En, uh, en het laat, denk ik, nu wel gewoon een glimp zien. Eén. Wat heel vet is, is dat hoe erg hij zich vastbijt in het kampioenschap. Dat is wel cool. Maar het. Hij doet een beetje aan zijn eigen karaktermoord. Want hij doet normaal van ik ben de grote kampioen, degene die overal boven staat en met respectvol omgaat. En nu is het gewoon van nee, dat ben je helemaal niet. En je ramt iemand gewoon het, of het ziekenhuis in met je actie. En vervolgens ga je heel blij lopen doen dat het een grandioze overwinning is. Terwijl je gewoon eigenlijk gigantisch bent geholpen door een 10 seconden tijdstraf, die eigenlijk veel zwaarder had moeten zijn. Ja, het is Sir Lewis Hamilton. En dat verdient hij misschien wel met de titels en wat hij heeft neergezet. En daar valt ook nog over te discussiëren. Maar hoe die zich hier heeft gedragen is geen sur Nee, dat is gewoon echt een. Ik vind het echt een arrogant, verwend kind. Als jij zo gaat gedragen, terwijl iemand. terwijl jij wel iemand het ziekenhuis in hebt gereden. Ja, Dat kan er niet bij komen. Zo, zo zit ik in niet van niet in elkaar. Nee, uh, hey David, <laughs> jij, jij bent een <laughs> hele lieve jongen, dat weten. <laughs> nee, het is wel het is inderdaad de straatvechter die, uh, die, die volledig in naar boven komt inderdaad. Hebben we, hebben we het berichtje van, uh, van Max trouwens erbij, of is dat uh, of is die verswonden in de in de, de hele productie? Ik ben bang dat we hem niet hebben. Mm, Oké, okay. nou nee, goed. Het is wel, uh, ik, dan willen we ook nog eventjes natuurlijk iemand erbij halen die, uh, die wel gepast reageert. Dat is natuurlijk onze grote vriend Ricciardo, the smile. Ja, ik vond het vooral bijzonder om te zien hoe ontdaan hij eigenlijk was na, na de race bij, bij Sikor Sport. Uh, de oprechte de angst in zijn ogen van goh, gaat het eigenlijk wel heel goed met hem? En ook de oprechte opluchting die je er bij hem zeggen van ja, nee, hij ligt in het ziekenhuis, maar uh, maak het goed, kregen we net te horen. En dat vond ik wel... Uh, Goed ja. om te zien uh, dat het uh, oprecht was. Ja, dat was niet gespeeld inderdaad. Hey, en uh, uh, misschien de, stel ik nu wel echt een hele domme vraag. Of nog een domme vraag, Ik kan natuurlijk ook. <laughs> uh, die band, die liep er al heel makkelijk vanaf bij, bij die velg van Verstappen. Nee ja, daar komt zoveel kracht bij kijken. Maar is, uh, zo maf, is het niet zo, ik bedoel, hoe... Nee joh, dat kijk... De derde band hè? Hey, dat is op volle snelheid. Maar hoe kan denk die, ik 82, die... 92 en dat krijgt in één keer een tik. Ja, wat dacht je dat ervoor... Uh... Rijving. Ja. Ja, dat loopt er zo vanaf. Dat was niet zo. Ja, je zit al midden ge... in een bocht ook ja. inderdaad. Die banden krijgen al de maximale compressie in de wand en dan krijg je er ook nog een tik tegen aan met die snelheid. Hè, dat dan loopt hij van de vel natuurlijk altijd. Oké, okay. nou, ik zei dat ook iets doms ging vragen. <laughs> Iemand moeten doen. Het <laughs> dus, ja, is ook niks nieuws, toch? <laughs> nee, ik dus, ah, die, 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 die kon ik aanzien komen. Uh, die die, die zeg echt van ver af. Uh, ik um, ja, trouwens, uh, willen we trouwens nog eventjes hierover verder en, en ook uh, uh, Horner en, de via, en, en Wolf en de Via horen? Of hebben we zoiets van dit, uh, dit onderwerp laten rusten? In, uh, nou, ik vond het ik had één dingetje nog. Uh, ik weet niet of we de reactie van Bernie Ecclestone er even bij kunnen halen. De, de oude grote baas. Oh, die, uh, die, die, die zei vandaag ook iets, hè? Ja, die uh, dan uh, kijk ik heel even naar productie. Ik vond hem wel vrij mild, moet ik zeggen. nou Ja, ja. Hei, of uh, Ecclestone die zei van uh, als je hem straf geeft, geef hem dan minimaal 30 seconden. Of de zwaarste straf. Ja. Ja, en, hij zegt er inderdaad uh, dat het, in het verleden zouden we hebben gezegd dat het bijhoorde dat de race incident was. Het was duidelijk dat iedereen zijn best deed om het kampioenschap te winnen. Als de Stewards echter wilden ingrijpen, dan had Lewis meer moeten krijgen dan een 10 seconden staf Het had 30 moeten zijn. Ja. ja. dat is op zich best een, een statement van een Brit die... Uh, nou, hij is sowieso niet zo'n Hamilton zo fan hè. Nee, maar goed. Vond hij dan Max-fan geweest hoor. Ja. Wat wel. Maar dat hij heeft wel gelijk uiteindelijk. Ja, een 30 seconden straf gaat je pijn doen. Ja, en en een e 10 seconden straf niet. En helemaal een Mercedes uh, natuurlijk. Ik bedoel, we weten die Mercedes en die Red Bull zijn nou, makkelijk half seconde tot een seconde sneller dan het veld. Dus ja, 10 seconden ja, aan het begin van de, markt, van de race. Ja, ja dan uh, kan je alsnog maar 20 seconden plus kan je winnen. Ja. Ik, heb nog wel, ik heb nog één opmerking over deze Grand Prix. Want ik las wat mensen zeggen dat Lewis ging natuurlijk heel even af in de vrije training uh, op Oostenrijk. Hoe de Nederlandse fans daarop reageerden. Oh. En, dan, maar even, nee, en uh, dat zou in Engeland nooit gebeuren. Nou, we hebben het gezien. Ja. Max die vloog eraf. En ik vind ik ook wel... Uh... Ik weet niet ik, wie weet wat de Grand Prix in Nederland ja. Ik ben er helemaal niet van maar ik kom op als maar, je als je zo maar, de muur oh. in gaten, gaat, dan ga je toch niet zo los Nee, maar helemaal. je hebt ook heel veel fans die zie naar nou achter af toen, toen je hem echt vol erin zag klappen zag je toch wel eens Rick en de rieps na afloop. ook Are you okay? Are you okay? Dus dat is wel een kleine kanttekening. Ja. Britse fans zijn niet allemaal heel slecht. Nee, niet allemaal, maar het is wel een eiland vol uh, proleten. <laughs> <laughs> nee, maar dit dit ze is een strange spotting al toch? <laughs> zelfs de Schotten zeggen. <laughs> zelfs de Schotten zeggen we can't even find a decent civilization to we call <laughs> ja, ik, 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 ik was wel een beetje boos toen ik voor de tv zat. Ik, ik, meestal hou ik mijn geduld altijd wel, maar hier wil ik echt een beetje maar, ook onpasselijk van. Waar we wel even een klein beetje voor moeten oppassen. He, hebben uh, trouwens ik, de beelden vanuit het publiek? Uh, ga je niet zeggen dat we met een oranje bril zitten hier? Nee, 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 nee zeker niet. Ik weet niet of jullie allemaal uh, TikTok en dergelijke hebben. Uh, nee. Maar er zijn wel petities opgestart om bij de Grand Prix van Nederland uh, met tomaten, hè, ja, te gaan nee, Maar dat moeten we echt doen. Dat het, niet. Oppassen, dat is hetzelfde als al die racistische uh, bullshit ja, dat die er echt... zijn. Dat, dat kan gewoon niet. Dan ben je gewoon af als je, als je die tour op gaat. Dan zijn nee, ze bij zo. En zo. Hey. Uh, Pas maar op, want uh, die Nederlanders uiteindelijk zijn ze gek genoeg. Ben ik Grand Prix kwijt hè? En Mercedes kan ja. ook niet meer rijden. Nee, dat moet, nee dat, maar dat moet je ook helemaal niet willen en dat slaat ook helemaal nergens op. Deze dan een oproep aan alle lezers, Doe ik en om. kijkers natuurlijk. Oh ja, trouwens, daarover gesproken, uh, dit is natuurlijk een podcast, maar we zijn ook op YouTube. Te, dus als je wil zien hoe wij eruit zien en hoe lelijk we in het echt zijn, dan uh, spreek je, voor jezelf, kun je op, En hoe knap uh, David is natuurlijk, ja. dat, uh, dat ook. Dus de dames kunnen ook intunen. <laughs> Oké, okay, eventjes heel iets anders, jongens. Uh, David, welk cijfer geef jij de, naam van of, uh, geef jij de race van Perez? Ja, geen voldoende in ieder geval. <laughs> oh, ik geef hem een dikke 10. Hij heeft een puntje weggesnoept bij, uh, bij Hamilton. Dat is toch wel weer knap. Nee, maar Red Bull heeft de hele auto afgesteld. Voor zijn zeggen, zoals ze zeiden, om in te halen. En het gaat lastig. Het uh, moet beter. Ik bedoel, als, als ik, ik even wel naar Lewis. We hebben Louis ook op Monza gezien, dat hij van achteren begon. En hij gaat er wel, hij, hij is als mes door de boter. Want Bottas kwam er niet doorheen. En dat zie je ook als Max achteraan begint. Die komt er doorheen, Leclerc, zelfde verhaal, Alonso, zelfde verhaal. Nou, dan hebben we Perez en die heeft er echt moeite mee. Met een echt, nou ja, misschien wel de snelste auto. Ja. Samen met Mercedes, dan is het toch gek dat het niet lukt. Maar goed, om uh, Perez volledig af te schrijven hierna, nou, dat weet ik niet. Want volgens mij hebben we dat met uh, Albon en Gasly ook al gedaan. <laughs> Dus ik weet niet waar het aan het ligt, maar nee, het was niet goed van Perez. Het moet echt beter gaan. Nee, dat denk ik ook. Uh, het feit dat hij uiteindelijk nog zo werd opgeofferd, omdat hij dertiende lag, uh, om dat ene puntje bij Hamilton alsnog weg te halen voor de snelste ronde, ja, dat is ergens wel heel erg pijnlijk ook wel. Ja, maar de enige reden waarom ze het deden is om te zorgen dat het gat tussen Hamilton en, uh, en Max niet een punt meer werd. Want ja, precies. Uh, kijk, voor de constructeurs had het niet uitgemaakt, want Perez stond op één puntje op het moment dat ze hem naar binnen hielden. Nee, maar inderdaad, oh. maar als Perez, laat ik zeggen, in de top 6 had gezeten uh, of top 7, uh, dan hadden had ze, had ze het niet gedaan. Nee. Dus het feit dat ze dat konden doen, is omdat Perez eigenlijk niet ver genoeg naar voren kwam, wat nee, ja. al pijnlijk genoeg is. Maar hij zal toch wel nu een keer bij zichzelf te raden moeten gaan wat er aan de hand is. Want hè, de, de laatste paar weekenden zijn niet om uh, over naar huis te schrijven. Nee. Maar dus, nog. sinds Baku is er alleen maar bergaf. Maar voor je de sprintrace, voor je nou echt dat... Die in één keer te, te, een harde klap gaf op Schaspedaal. gaspedaal. Ik vond het ja. raar, hoor. Nee, ik zeker vond het wel niet. raar. Weet je, dat kan, aan zoveel aspecten kan het liggen. Als de wind even op een andere manier even erop afkomt, ben je hem ook kwijt. Ja. Ik bedoel, het, niet het, kan, dat die... het kan van alles zijn. Wij, wij, ja, wij zijn er niet bij. We zien het alleen op televisie gebeuren. En dan is het nog steeds lastig oordelen, zeker als je de data niet hebt. Dus ik vond het een, een bijzonder moment. Ja, al ja. geheel oog, natuurlijk een hele suffe, suffe race van hem. Uh, en um, Bottas is ook een beetje door zijn puberteit heen weer. Hè, want dit gebeurt natuurlijk ook nog. Uh, Lewis, hè? Ja. Ben je ja, achteraf... dan echt een natnek als je daar ja. naar lijst zit? Ja. Ja. Achteraf mag je waarschijnlijk weer eens het schoothondje bij Lewis Hamilton even oh. op zijn schoot. En dan krijgt hij weer een ei over zijn bol. En Zou dan mag die... je weer lekker naar zijn de sauna thuis. Ja, ja. ja. dit Zou slaat toch helemaal Zou hij een miljoentje krijgen in. of niet? Wat? Zou hij een miljoentje krijgen? Ja, misschien dat hij een snoepje krijgt. Een miljoentje? Een natnek? Ja, ja. Oh, verschrikkelijk man. Wanneer maar maar gaat ja. deze gozer nou een keer voor zichzelf ja. opkomen? Maar, maar heel eerlijk, dit is wel precies de reden waarom. Als zijn contract verlengd wordt, is dat precies om deze reden. dat hij zo makkelijk over zich heen laat lopen. Omdat hij Louis Hamilton hier wel gewoon een gigantische dienst bewijst. Nee, dat gaat Russell absoluut nee, niet doen. Russell en dat is de enige en reden. Hij kan nu alleen op deze manier zijn contract verlengen. Ja, maar... Uh, dat doet hij niet door snel te rijden, want hij gaat never nooit... Ja, gaat hij... stop, hem, stop Bot als Lekker in de Williams weer. Laat hem daar lekker het schoothondje zijn. Maar stop dan lekker Russel in die Mercedes. En laat ja, hem... ja, maar, maar dat, dat gaat dat Toto niet. Doen, dus dat niet. gaat Toto niet doen. Ja, want nu maar... winnen ze kampioenschappen. Ja, nou, dit jaar gaan ze niet winnen, hoor. Nah. <laughs> Zeker niet. Nee, nee, ja, nee. Ik, ho ik hoop dat het spannend blijft, zolang het op nou. een eerlijke manier gaat. Uh... Ik denk dat Max hem echt gaat... Max gaat hem 100% pakken trouwens. Ja. Als Max ja, de spullen nu, nu heeft, gaat het lukken. Als, als Max spullen heeft, heb ik geen twijfel bij. Dan gaat het lukken. Hij heeft Max nu echt getergd. En nu wil Max hem... Max hoeft hem niet af te beuken, Want dat denken mensen wel. Ja, maar gaat hij niet doen. genoeg. Hij gaat hem gewoon zoekrijden. En hij gaat hem zo hard frustreren. Dat Louis er niet bij kan komen. Ja, dat gaat hem echt breken hoor. Voor het kampioenschap is dit denk ik wel een mooi... Uh, laat ik zeggen, wat er gebeurd is. Het is verschrikkelijk en het is heel naar. Uh, maar ik denk voor het kampioenschap wat we nu de tweede helft van het seizoen krijgen, dat gaat echt gewoon vuurwerk opleveren. En dat is denk ik voor de fans en iedereen die kijkt, natuurlijk wel fantastisch. Ja, dat, dat is een ding wat zeker is, inderdaad. En uh, trouwens, Ferrari vinden we daar nog iets van? Lek boven? Nee. Oh. <laughs> Leclerc, <laughs> Leclerc, had nee Leclerc, Leclerc had wel de, de, de te pakken, vooral in de eerste fase. Uh, ik weet op, zeker dat als Max op de baan had gereden, had Leclerc ook op 40-50 seconden achter nummer 1 gefinished. Max ja. en Lewis pushen elkaar zo hard. Ja. Die leggen de pace voor zichzelf zo hoog en daarmee ook voor de rest. Dat Leclerc was in een normale omstandigheden was hij niet eens in de buurt gekomen. Nee, die was derde, denk ik. Nou, Misschien... ook niet. Ik denk dat hij nog wel vier, Ja, Jawel, vijf... Bottas. Nee. Ik denk dat hij Bottas wel had kunnen hebben. Want Bottas komt gewoon zwaar tekort en Leclerc stijgt wel boven die vrijheid. Ja, maar uiteindelijk als Max en Lewis de pace omhoog leggen... dan zie je vaak dat Bottas... Hij matcht niet, maar hij komt wel in de buurt. En dat was zeker genoeg geweest om Leclerc te pakken. Ja, ja. Ik vind het, het blijft een lastige. Ik denk dat Leclerc op zich hier uh, een hele, hele goede race, een hele solide race heeft gereden. Zeker in die Ferrari waarin hij rijdt. Maar het lek is niet boven, zeg je? Nee, het, 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 het blijft een lastig verhaal. Maar goed, Leclerc, we hebben het in het verleden gezien. Het is, het is een jongen die gewoon natuurlijk al gewoon echt bloedsnel is. En als hij, als hij een kans ruikt om te winnen, zoals hij hier deed, ja, dan, dan pakt hij dat. Het is alleen jammer dat hij datzelfde foutje maakte in Kops, waardoor hij... Uh, Waardoor Lewis er zo makkelijk langs ging. Ja, net in, uh, ja maar dat had het zin gehad. Als je het vermogen van die Ferrari bekijkt. Nee. Ik bedoel, dan was, was hij een kans als een race, toch maar... maar Ik vond dus het nog. sneu. Ik vind Leclerc. Uh, ik vind, hij heeft heel veel domme fouten gemaakt. Echt heel veel. En ik heb het ook echt wel. Omdat die reden misschien wel een beetje een idioot gevonden. Af en toe. Maar goed, heeft Max die gemaakt. Die ook wel gemaakt. Die heeft er wel van geleerd. Ja, maar, maar Leclerc ook. Leclerc ook, Aha. maar ik, ik vind het wel achter Lewis en Max is Leclerc en Russell dat zijn wel echt wel de twee uh, en Norris de, echt, ook ja wel. Norris die kunnen het verder nu wel. ja Norris ook ja, over gesproken. wat vonden we van de rest van Norris solide maar verder niet zoveel. eenzaam eenzaam ja. Hè? eenzaam ja. ja vooral voor zijn thuisreis wat ik had hem wel uh, heftiger verwacht in het gevecht met Lewis zeker wat je zegt hè ze thuis ja. ik denk nou nou gaat hij erop laat zich niet kaas van het brood eten ja ja, maar, ja alsof ze uh, niet durven of zo ja, ik denk ja. dat ze de snelheid gewoon niet hadden. Hmm. Ja. ja. Of moesten ze Mercedes helpen? Ja, ja. Uh, nou ja want, want hier, er is een reden dat Zack Brown op een gegeven moment had gezegd... we willen anoniem stemmen, toch? Over wat, waar wilden ze anoniem op stemmen? Ja, dat was een... Uh, ik geloof vijf ja. races geleden wilden ze dat uh, doen. Omdat ze uh, ja, bang waren omdat er bepaalde invloeden waren. Maar toen ja. ging gelijk het gerucht. Oké, okay, ja, McLaren wordt... Uh, over bepaalde zaken worden ze gedwongen door, uh, door Mercedes. Ja, maar om... anoniem stemmen op wat? Gewoon over bepaalde reglementen die ze willen doorvoeren. Oh, omdat het nu allemaal dat het nu allemaal per team gaat. En dan is het heel duidelijk wie voor wie tegenstemt. En dat we daar wilden ze eigenlijk van afzien. Ja, tuurlijk. Ja. Ik. Dus dat zegt ook wat. Zeg genoeg. Ik ja, krijg trouwens uh, net door dat uh, Red Bull daadwerkelijk een advocaat in de arm gaat nemen om uh, te kijken naar. Uh, ja, ik krijg een nieuwe. Loo, Hoezo lacht naar mij, maar het ja, gaat even. Ja, ik weet dat uh, jij weer een opmerking gaat maken. Nee, Nee, maak nee, het nee niet inderdaad weet. een heet nieuwsje van de redactie. Um, ik quote dan heel even hier uh, onze grote vriend. Uh, Helmoet. Helmoet, Marco. Hij moet onderzoeken wat er in zo'n situatie gedaan kan worden binnen de kaders van de sportrecht. Het was geluk dat er niks ernstigs is gebeurd met Max. De wagen en mogelijk ook de motor zijn kapot. Je kan het niet laten lopen. Een schorsing voor Hamilton, uiteraard, zou op zijn plek zijn. Oké, okay, dus we weten eigenlijk nog steeds niks. Nee, maar goed, het is, uh, het is wel duidelijk. Het is volgens mij niet de eerste keer dat. Uh, volgens mij was dat in, na Spa, was dat achteraf ook gebeurd. Dat, uh, dat er een advocaat op werd gezet en dat Grosjean uiteindelijk nog een racebank krijgt. Dus ja, ik denk dat de racebank, zoals ik al eerder zei, het is, het is niet wat je wil. Want op die manier kun je het racen wel. Maar het is heel begrijpelijk dat Bull hier achteraan gaat. Ja, want Los van dat hun coureur. Ik wil het wel. Nee 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 ja, nee raceben nee, nee. nee. race, gaat, gaat te ver. Dat gaat te ver. Dat gaat te ver. Dat is racen. Dat, ik bedoel je race in de Formule 1 dat. Zeker voor een kampioenschap gaat het er hard aan toe. Uh, kijk, acht, kijk, het feit acht, 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 dat Max acht, nu... punten op zijn, zijn superlicentie. Nee, gewoon 20 seconden erbij. Ja, ze hadden gewoon de Twint, juiste twintig straf twintig gegeven. School, twintig seconden erbij en de tijd die het kost van pitlane in tot pitlane uit. Dan is voor mij prima. Ja, dan heb je gewoon een eerlijke straf. Dan is het ook niet van, oh, we winnen nog even met twee vingers in onze nee. neus alsnog die race. Alors, Jean à Paris vous écoute. Vous nous écoute. Dat is Frans, hè. That, ik vraag oh, echt? Aan ik aan dacht... Jean, ja, ik vraag aan Jean tot of hij naar ons luistert. Oh. En heb je reactie? Belt hij al? Uh, ik krijg je zo binnen. Ah, oké. Het is live ook, hè, tegenwoordig. <laughs> Ze hebben ook live. Ja, dat, we, oh, dat wist je niet. <laughs> <laughs> Dan moet ik op broek aan doen volgende keer. <laughs> anyway, maar uh, trouwens, we hadden het net heel nog even over Russel. Uh, hele goede kwalificatie, weer, maar toch weer buiten de punten. Uh, het begint wel een beetje een dingetje te worden. Ja. Nou ah, ja. Hij maakt het niet af. Hij maakt het niet af. Ja, maar een kwalificatieauto is geen raceauto. Hmm. Maar hij zei twee races geleden: we gaan ons meer op de zondag richten. Ja, maar dat uh, zie je toch niet. Hmm. Nee, maar als je kijkt waar Russell presteert ten opzichte van Latifi, dan is dat verschil natuurlijk wel gewoon even schokkend. Maar ja. het is jammer dat het hem gewoon uh, iedere keer net niet lukt om, uh, om dan wel zeg maar gewoon die punten binnen te slepen. En het, het is een hartstikke gegund en het is zeker een, een bloedsnelle coureur. Uh, maar ja, als je het kan bewijzen naar Williams, ja, dan maak je jezelf natuurlijk ook onsterfelijk voor dat tweede setje naast, uh, naast Hamilton. <tied> Ja, je zou het bijna vergeten, maar er was ook nog een primeur dit weekend. Wat we een sprintrace. Ik vond het hartstikke leuk. Leuk, leuk. Blijven doen. Ja, nee. No. Verbetering? Ik zie, ik zie ruimte voor verbetering. Ik vond het, het leuk voor een paar keer in een seizoen, misschien. Ja. Alleen, ik vind, hè, over die 17 rondes, als er niks geks was gebeurd tegen Max Lewis, hadden we de einduitslag eigenlijk al geweten. Ja, ja maar. Tegelijkertijd wat je, wat je doet, wat, wat normaal gesproken een beetje een door in het oog is voor, voor de Formule 1 denk ik, want die, het enige waar die naar kijken is keyfishers en die gingen volgens mij door het dak dit weekend, maar is dat je nu elke dag een sessie hebt die er tot doet. En dat maakt het wel heel interessant. De eerste vrije training het doet er toe. Omdat dat is het enige moment dat je je wagen kan aanpassen en de setup kan bepalen. Kwalificatie, ja, is natuurlijk belangrijk voor de sprintrace. Het enige is, ja, die VT2, die, dat was een beetje een vreemde eend in de, in de bijt. Omdat je daar het enige wat ze konden doen is data verzamelen. Ja, ik vind, ik vind het een uurtje de tijd om je auto aan te passen. Of in ieder geval anderhalf. Vind ik te weinig. Dat is echt. Nee, te dat was, dat was hartstikke hartstikke leuk. Kijk naar Rappel, die grandioos te missen gegaan is gegaan met die setup, Met die high-down-force. Ja, maar... het, is, het is dat het nu Rappel was. Maar als dat bij Mercedes was nee. gebeurd. Of bij andere nee. teams. Dat maakt het juist leuk. Nee, dat ben ik niet met je eens. Nou, oh, ik vond het juist nee. wel. Uh, nee, ik vind als je Dit format vind ik leuk. Zeker. He, dus dus op, op vrijdag een training. Een kwalificatie. Zaterdag een training. En een sprintrace. Vind ik. onwijs lachen. moeten ze ook zeker. 50% van het seizoen doen. Ik prima. He, dus de ene helft wel en de andere helft niet. Um, maar ik vind wel dat als ze dat doen, he, dus 50-50, je moet wel dan zorgen dat ze in ieder geval voor de sprintrace nog wel wat aan de setup kunnen aanpassen. Ja, want, dan... want een, een. Kijk, het was heel simpel. Max zei heel duidelijk, de auto is goed. He, het ligt niet aan de auto. Althans, he, hij vond in ieder geval dat het niet aan de auto lag. Maar dat ding onderstuurde tot de maan, om even zijn woorden te gebruiken. <laughs> ja, dan. Ja, je moet wel iets, iets kunnen wijzigen. Je kan niet zeggen van joh, oké, okay, hier hebben we een uurtje vrije training op uh, vrijdag. Daarna gaan we een kwalletje doen. En. Succes. Ja, dat, ja, je dat, zou dat, eigenlijk uh, moet zeggen, park 4 komt dan echt pas op de zaterdag voor de sprintrace. Dan, dan is die tweede training ook echt ah, ergens die, die, voor. Die park 4 regels die zijn inderdaad echt volstrekt idioot. Hè? Dat je dus tussen al die, al die sessies door mag je niks meer doen. Maar als er een rode vlag is, dan, dan, kun, je, ja. dan kun je echt van alles nog met die auto doen. Dat ik is vind, toch raar. Ik vind dat je voor de sprintrace, dus op zaterdagochtend tijdens de training, moet je nog wel degelijk gewoon set -up. Aanpassing ja. kunnen doen. Ja. En dan wordt die zaterdag. Kijk, jij zegt wel van ja, uh, hè, de kijkcijfers gingen door dak 1 en we hebben nu een sessie iedere dag die ertoe doet. Alleen uh, we willen toch ook allemaal als in vrije training 2 rijden. En uiteindelijk, hey. als jij in vrije training 2 moet rijden met de setup die je al in de kwalificatie hebt gebruikt, wat heeft het nog voor nut? Kun je kunt beter gewoon binnen blijven. En ja, maar daarom zei ik ook, VT2 was een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat je niks kon doen. Nee dus je uh, moet er dat open gooien je moet gewoon in vrije training twee ik, nog ik denk dat je het gelimiteerd open moet gooien dat je bepaalde dingen nog wel aan kan passen maar bepaalde dingen ook niet nee. en wat dat dan exact moet zijn dan kijk ik liever naar David want die uh, die is ontzettend nee, groot je gaat nooit kijk stel één team Mercedes of Red Bull gaat daar daar gaat het tussen en de rest leuk maar niet zo'n strijd stel Red Bull gaat de mist in met de set maar echt compleet dan rijdt dus Mercedes even ja, de worst case rijden dus gewoon weg. Omdat ze echt een grote fout hebben gemaakt. Want dat kan. Om zulke kleine verhoudingen gaat het uiteindelijk om een setup. En dan hebben we een race. Ja, en dan weet je eigenlijk ook al wat de volgende dag het wordt. Nee, maak dan in ieder geval misschien een iets langere training. Uh, en ook nog dat ze zaterdag kunnen aanpassen voor de grote race. Want ze weten wel precies wat moeten we moeten doen voor de echte longruns. hè. Voor een grote wedstrijd en voor die 17 rondjes kun je weer iets anders afstellen. Ja, dat is de juiste reden dat ze het nu zo hadden gedaan. Omdat ze wilden voorkomen dat er kwalieauto's auto's worden gebouwd en vervolgens weer vol alles op de race werd gegooid. Ja, maar ja, je kan behoorlijk de mist in gaan. Ik denk niet dat het op een gegeven moment is goed gegaan, maar het kan ook compleet misgaan. Hoezo is het toch niet goed gegaan? Ik heb wel gewoon een kut auto. Ja, Oké, okay, maar ik ze weer, nee, ja, ten, ten, het je veel downforce. In het In jarig geval hadden ze... Ze waren te langzaam op de rechte stukken... Ja. maar de auto zelf in de bochten maakte ze hey. het wel weer goed. Ja, maar maak je... Blijkbaar, hè, dat is waar we het hiervoor... voor de uitzending even over hadden. Hè, het is altijd een cruciaal deel. Win ik genoeg in de downforce delen... dat dat compenseert op de rechte stukken. Dat kan misschien zo zijn in de kwalificatie... maar dat hoeft niet zo te zijn in de race. Hè, dus het kan zijn dat je bloedsnel bent in de quali... Maar dat je uiteindelijk in de race gaat oprekenen, dat je dus wel juist die snelheden nodig hebt op de rechte stukken. En ik denk dat als Red Bull een tandje minder downforce had gehad, dan hadden ze nog steeds in die bochten, dus het downforce gedeelte, genoeg gewonnen. En dan hadden ze op het rechte stuk nog steeds langzamer geweest als Mercedes. Maar was dat in verhouding veel minder geweest, waardoor ze uiteindelijk veel minder zouden verliezen. Ja. Waardoor ze namelijk een veel betere raceauto ook zouden hebben. Maar omdat je dat dus alleen maar eventjes mag proberen in vrijtraining 1. En natuurlijk in de kwalificatie mag je nog aanpassingen maken. Maar ja, als jij denkt in Q3, in je laatste run. deze aanpassing gaan hem zijn. je gaat naar buiten en je redt het nog steeds niet. dan ben je dus gewoon ja, screwed exact. voor de rest van het weekend. Ja. En dat vind ik iets te ver gaan. Want op dat soort domme regels. en dan noem ik het dom. Maar dat soort domme regels kunnen er wel voor zorgen dat je uiteindelijk, als je dus heel veel van dit soort race weekenden hebt, met een sprintrace, kan het er wel voor zorgen dat je geen kampioen wordt. Ja. Bijvoorbeeld. Hè? Ik wil niet zeggen dat het gebeurt, maar die kans is wel aanwezig. Ja. Ja, en je hebt een paar honderd miljoen om in de auto te ontwikkelen je hebt maar een uurtje de tijd om af te stellen. Ja, dat is zelfs ook nog een ding. <laughs> ja, wat is dat dan? Ja. Zeg dan, we doen een budgetcap van uh, 25 miljoen. Dan doet het iets minder pijn. Ja, dan heb je ja. Formule 3. Ja, dan ja. Dan nee, maar goed, ik bedoel, voor race op ja. het hoogste niveau... doe dan ook gewoon normale regels op het hoogste niveau. Ja, absoluut. Maar ik, ik vind het wel aardig dat iedereen inderdaad... Toch wel positief is over de, de sprintrace zelf. Um, en ik moet toch wel... Ja, ook, ook de unsung hero van dit hele verhaal... vind ik dan toch wel Ross Brown. Die heeft aan het begin van het jaar heeft die regels doorgevoerd... die het veld dichter bij elkaar hebben. In ieder geval Mercedes wat uh, teruggebracht heeft... naar, naar een menselijke uh, proporties... En is ook nog eens een keertje. Deze man die is, die is natuurlijk een technisch genie. Dat hebben we gezien in zijn jaren bij Benetton, bij Ferrari en natuurlijk bij Brown. En nu als, als, als technical director van. Van, van, van het stelletje... is hij gewoon nog steeds... iemand die zo ontzettend... Ja, zijn stempel drukt op, op, op deze sport. Ja, als sportief directeur doet hij het helemaal als niet... Sportief uh, directeur, zeg je. dat hij, uh, hij het niet slecht. Ja, maar hij is een fan van de sport. Hij praat met de coureurs. Dus hij kan ook echt wel een inschatting maken. Is toch mooi? Wel kan moeten we opgaan. Dat, dat is heel goed. Dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik echt wel... Ja, toch wel een compliment waardig... hoe die dat dan... Uh, ja, ja. Hoe, uh, het is niet gek natuurlijk, hè? Zet je hem bij een team... zal hij er alles aan doen... om de beste auto te maken... voor dat team dat ze kunnen winnen. En nu gebruikt dus hij die knowledge om het veld, om het, om de dus het, te maken. Het is niet gek wat voor veranderingen hij uh, doorvoert om het beter voor elkaar te krijgen. Ik vind ja. het juist een hele logische stap die hij telkens maakt. Ja, hm. precies. En dat maakt het nou ja zo'n zo verschrikkelijk, uh, ja, echt de unsung hero van. Uh... Ja, maar goed, weet je, uiteindelijk zet je daar Edwin Newey neer, hè? of uh, uh, James Key. En je gaat hun dit soort dingen nou, vragen. Zien, ja. Gaan zij dezelfde dingen zeggen? Want ja, zij weten precies waar je namelijk uh, dichter bij elkaar gaat komen en waar niet. Ja. Dus ja. ja, het is niet gek voor zo'n man om dit soort beslissingen te nemen. Dan. <hazien> Brengt ons meteen naar het volgende punt, namelijk de auto voor 2021 is ook nog gepresenteerd. Uh, 21 of 22. 22, 22 sorry jongens, ik heb uh, het dat... ook net terug van vakantie, hè? Een <laughs> bierraak erin, man. Je oh, 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 oh. <laughs> hey, bent wel langzaam trouwens. Zeg jij? Ik ben tenminste mijn tweede begonnen. Wow. Jij staat nog dicht onder de tafel. Ah. <laughs> Kijk hier, daar gaat het. <laughs> nee, maar wat willen we nog iets zeggen over de 2021 auto? 21 of 22. Ja, nee, nu, ja, ook, die, nu ook natuurlijk de 21 erin. Uh. Ja, anders. Ik, uh, niet lelijk. Ik vind het ook niet lelijk, maar ik weet ook, ik, het is vooral die livery, die, die is zo afschuwelijk, vind ik, die ze, waarmee ze gepresenteerd hebben. Het is een soort van rainbow road uh, glitter-effect zit eraf. Maar de wagen zelf, ja. You Races One, hè? Ja, nou ja, precies. <laughs> dus moet het er ergens zo doen. Nee, maar het is. Ik vind de wagen zelf op zich ja, wel cool. Het heeft wel iets. Een beetje indycar in, uh, invloeden krijg ik ervan. Een beetje indycar vibes. Overigens, ik wil even mezelf verdedigen. Het is daadwerkelijk de 2021 auto. Want dit waren eigenlijk dit is eigenlijk gewoon een mock-up van het ding van vorig jaar. Hè? Ja, het is, ik, ik begreep ja, ook niet waar we zo'n grant Nee, je kan nog even terug. Nee, ja, prima. Uh, ik, kan, ik kan best wat incasseren gaan hoor. <laughs> ik wel. Dat kan niet ook. Maar. Uh... Nee, het, het is in principe ook niks nieuws. Want ze deden alsof het een hele grote presentatie was van, uh, van het nieuwe wagen. Maar ja, grotendeels hebben we het natuurlijk al gezien. Maar wel leuk dat ze het doen. Ja. Nee, ze nemen er moeite ervoor om, om het echt te presenteren als een, nieuw, ja, een nieuwe generatie voor, voor Formule 1. En natuurlijk ook voor, uh, hopelijk voor het kampioenschap. Ik vind het wel een leuke verandering ten opzichte van Ecclestone. Bij Ecclestone was alles geheim en dicht. Ja. Geen tv-beelden, ook niet uit de pre-season test. Eigenlijk sinds Liberty er is, wordt alles een beetje open gegooid... He, ze steken het geld en de moeite erin om zo'n showcar te maken. Om in ieder geval de impressies te geven van: joh, hoe gaat zo'n 2022 auto eruit zien? En de sponsors even. Ja, uh, ja Maar ik ja, vind ze vind hebben het wel, er ook 7 miljard voor betaald. Maar. Nee, maar goed, ik vind het wel leuk voor, voor mij als fan zijnde... dat je dus deze dingen wel al ziet. Zeker. He, we hebben nu wel al een idee van: goh, zo gaat hij eruit zien. Ik weet nog goed dat we van. Uh, wat was het? 2016. 2014 naar 2015 gingen? Of was 2015 het laatste? Nee, sorry. Nee, 2016 zeg maar was het laatste jaar ja, van die... Van 2016 die naar 2017. Dat iedereen echt zoiets had van... ja, wat gaat er nou eigenlijk komen dit jaar? En dat niemand het wist. En dat daar in één keer de eerste auto was... en dat het een van de bizarre bakbeest was. Ja, dat was toen die... Uh, die, Manor die was uitgelekt... omdat dat teamfailliet was gegaan. Ja. Dat was de eerste keer <laughs> ja. dat je zo'n wagen echt zag. Precies. Was dat niet de rijdende dildo? Nee, die, die waren uit ja. 2014. Die waren, die waren eerder, hè? Ja, dat waren die penetrators, zagen dat. <laughs> Maar Toros, Rosso, die uh, spannen we wel de zo. kroon hier, hoor. Ja, en, uh, Daar is Easy Toys loers op. <laughs> 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 uh, ja, het wordt tijd om af te sluiten, denk ik, jongens. Uh, de voorbeschouwing voor volgend jaar. Uh, volgend jaar, volgend jaar. Is ja, mijn zo. volgende race. Uh, zullen we een rondje over het circuit doen? Hebben we hem al? Ja, uh, David. Van Gavering. Ja, remmen op. Ja, ik weet het, jullie vliegen zo in. Rem 75 meter. Scherp bochtje naar rechts. Gaat een mooi uh, duel worden tussen Max en Louis bij de start, natuurlijk komen we aan bij de bocht nummer 2. Naar links. Hier kan je buitenom inhalen. Dat is leuk. Het is een hele snelle lijn aan de buitenkant. is toen een tijd uh, nieuw asfalt gelegd. Dit wordt een spannende bocht. Het is dus blind insturen naar links. Snoeihard, hier hebben we ook een keertje Max First hem wat al gezien, toch? In deze bocht, daar, waar we net doorheen gingen. zou goed kunnen. Hier uh, heeft Max ook een keer gestaan. Toen was hij heel erg blij met de Renault-motor. Ik weet niet of jullie dat nog weten. kan Rechts, links. Clubjes meenemen. Ja. En dit is wel een technisch gedeelte. En dit is het gedeelte waar de Red Bull het altijd wel van moest hebben. Die kortere wielbasis. Hier heb ik ooit gezeten met mijn vader. Oké, okay. interessant. In de Hongaarse, uh, <laughs> Hongaarse wildernis. Precies. <laughs> ja. nou, maar, hier heeft Kimmy ooit een keer zijn rallymomentje gehad. Remmen op 75 meter weer. Het is echt een Mickey Mouse-baantje voor Formule 1-grippen. Heel erg laat remmen, insturen naar links. Kijk, ik rem me daar een beetje. Dat gaat niet helemaal top. En we gaan weer naar de laatste bocht. En volgens mij was hier ook de eerste pole precision van Max. Uh, klopt dat? Ja, klopt. Hongarije. Nou, dat is een goed voorteken. Dus uh, Ik ben benieuwd. Het is inderdaad echt een baantje van niks, hè? alleen maar bochten en uh, een kleine ah, rechtstukken. Het valt, wel, valt wel mee, ik heb wel eens gereden. Het is best breed. Uh, alleen ja, voor Formule 1-auto's is gewoon het middengedeelte gewoon heel lastig. je kan daar gewoon niet volgen. Nee. Dus, uh, dus de baan is op zich prima, ze is breed genoeg. Uh, het is echt een, echt een hele gave baan om te rijden. Mm -hmm. Alleen uh, ja, het is gewoon heel simpel. Uh, auto's kunnen niet volgen. Dus ik hoop echt dat dat volgend jaar anders wordt. Want dan wordt zo'n Hongao ring en Zandvoort... Worden dan, het dan, wel dan echt verder gave banen. Ja, zeker. En hopelijk Monaco dan nog. Dat zou ook een keer leuk zijn als je daar kan inhalen. Wat denk je zelf? <laughs> <laughs> is, is dit de ultieme gelegenheid voor de revanche van Max? Tuurlijk, dat gaat hij ook doen. Nee, maar is, is de Hongaar Ring niet uh, een van de meest succesvolle circuits van Lewis Hamilton weer? Nee. Montreal en uh, Silverstone. Oh, ik dacht dat uh, de hongaro Ring daar inmiddels ook. Nou, wel... Hij gaat daar niet slecht. Maar uh, Hongarije blijft wel een Red bull -baan, hè? Ja, voor, voor inderdaad. Omdat het gewoon een heel ja, Mickey Mouse-baan is met heel veel bochten waar die Red Bull lekker gaat. Maar volgens mij is Hamilton was daar ook uh, doorgaans. Uh... Je weet wel dat de twee die het meest gewonnen hebben, daar uh, Schumacher en Senna zijn? Ja. Dus ja, dat is echt uh, rijk. Een oh, nee, oh joh. <laughs> uh, ik ga nu geen grapjes maken. Nee. <laughs> de glazen bol. Ja, David, zeg het maar. 1, 2, 3. Max 1. Bottas 2. Perez 3. En Lewis, ik weet het niet. <laughs> 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 ik denk uh, Max 1, Perez 2. Hamilton 3. Ja, um, nee, ik ga er wel in mee. Max, uh, Max gaat hem pakken. Uh, Noors 2 en uh, Perestri. 3. Ik ga voor Max 1, Max 2 en Max 3. Gewoon een compleet Max podium. Dat is wat ik ervan vind. Ja, dit was alweer de elfde aflevering van de Undercut in 2021. Met dank aan de gasten in de studio. En natuurlijk... Onze special guest Jelle Bede. Geweldig dat je er weer was. En Kom snel weer terug. We houden van je, van je scherpzinnige doch. Uh, ja, uh, harde analyses. Houden Zie je de uitnodiging wel weer verschijnen, boys? Zeker, ja. zeker. Uh, ze komen in, uh, in flessen, zoals je inmiddels merkt. <laughs> Lieve luisteraars, uh, over twee weken zijn we weer terug. Laten we hopen dat de revanche dan zoeter zal smaken dan een gestolen overwinning. Prachtig.